Hallo, leuk dat je kijkt. Dit is Mountainbike Praat. Zoals je ziet zitten we dit keer in de auto en ik ga naar Westerschouwen toe en daar even een route rijden. Ik ga niet laten zien hoe die route is en al die kilometers. Dat doen andere mensen, doen dat veel beter dan ik. Ik ga er gewoon even zelf heen, lekker rondje rijden, even lekker knallen. Even een echte route opzoeken en even echt op de paden rijden. En over op pad gesproken, de vorige aflevering op pad, daar kreeg ik nogal wat leuke reacties van terug. En ook een paar filmpjes van mensen die op pad zijn geweest. En die wil ik toch even wel laten zien aan jullie. Even delen met jullie. De eerste is van Mike Ruijsen. Mike die woont ook in de buurt van mij, in de buurt van Vlissingen, Domburg. Is op zoek geweest naar wat drop-offs. Hij is een echte downhiller. Heeft ook een vette Mountrainer downhill fiets. Super vet ding. Je hebt hem vast op de groep wel eens voorbij zien komen. Geloof het of niet, hij heeft in het vlakke Nederland heeft hij toch wat leuks gevonden. En daar heeft hij deze edit van gemaakt. Super vet gedaan, Mike. Super vet. Ik zie graag van dat soort dingen terug. Als je zoiets hebt, stuur het me op een of andere manier. Laat het me weten. Ik vind het echt ontzettend leuk om jullie respons op mijn video's te zien. De volgende is van de vrienden van de baggertrappers. Die zijn in Hardingsveld, Giessendam, alle trappen op aan het zoeken geweest. Die er maar te vinden zijn. Echt leuk gefilmd. Leuk gedaan. Ook een tof detail dat je de fiets echt hoort over de trappen gaan. Dat vind ik echt altijd het leukste wat er is. Kijk zelf maar. Hier komt ie.
Super vet gedaan dus, hè? Dus ik heb geen woord te veel gezegd. Zoals jullie al hebben gezien aan het begin van het filmpje, mijn trailer die verandert steeds, komen wat dingetjes bij. Naarmate wat ik meer film, komt er steeds meer bij. Het enige wat blijft is mijn introductie en ik denk dat dat veel beter kan. Ik denk dat jullie dat veel beter kunnen doen. En het mooiste is als jullie bij een route staan met vrienden, even zeggen, hallo, leuk dat je kijkt, dit is Mountainbike Praat. En maak er een filmpje van, stuur het aan mij op. Of bijvoorbeeld dat je voor een vette sprong staat en je laat hem zien. En daarna zegt, hallo, leuk dat je kijkt, dit is Mountainbike Praat. De mooiste, de leukste of allemaal, ik zal ze ertussen zetten. Even op het verkeer letten. Ik zal ze ertussen zetten. En zo maak je de trailer echt net een stukje leuker, de intro trailer. Dus kom maar op, laat zien wat jullie kunnen. Zo, ik heb heerlijk gefietst vandaag. Echt ontzettend lekker. Westerschouwen ligt er altijd perfect bij als het een beetje nat is. Die mulle zandgrond is dan lekker compact. En je kan gewoon lekker doorrijden in plaats van het ploeteren door het zand. Laat je niet verrassen door de korte afstand. Want het is een stijl parcours. Ik had even geen zin om filmpjes te maken. Ik wilde gewoon even lekker fietsen. Dat komt misschien de volgende keer. Wil je de aflevering op pad nog een keertje terugzien? Dan moet je even hier klikken. Wil je de volgende afleveringen automatisch in je YouTube feed krijgen? Dan moet je hier even klikken, dan ga je abonneren. En vond je de filmpjes van Mike en de baggertrappers ontzettend leuk? Geef dan dit filmpje even een dikke like. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Thank you.